Een van de allerbelangrijkste collectiestukken in het museum is dit kleine microscoopje. Antonie van Leeuwenhoek bedenkt hem en maakt hem zelf en ziet een compleet andere, nieuwe wereld door zijn microscoop. Zo bestudeert hij bijvoorbeeld als eerste sperma en legt dat ook vast. Wat van Leeuwenhoek doet met zijn heel fijne kleine microscoopjes die zo ontzettend scherp een beeld laten zien. Hij kijkt naar dat zaad en hij ziet voor het eerst dat celletje met dat staartje waarin hij heel duidelijk leven, een zaadcel, een spermacel herkent. Boerhaave is het enige museum dat met maar liefst 25 stukken uit de collectie in de kanon terechtkomt. De directeur is dan ook een gelukkig mens. Ja, ik ben daar ontzettend blij mee. Hè. Wij zijn het Nationale Museum op het gebied van de wetenschap. We gaan niet alleen over wetenschap, maar ook over de geneeskunde. En wij vertellen in ons museum die verhalen over de belangrijkste ontdekkingen en uitvindingen van wetenschappers. En op deze manier kunnen we dat weer tot leven wekken. Kijk, we zien hier dat hij heel aandachtig heeft gekeken naar die klauwen van, van de luis. Hij zag allerlei krioelende diertjes en tot die tijd was het leven was iets wat we kenden tot de insecten toe, maar dat, ja, daar besteedde niemand aandacht aan. En hij zag een volkomen nieuwe wereld waar dus ook leven in zat, op een heel andere manier dan wat we ooit ons hadden kunnen voorstellen. Een heel moderne vorm van wetenschap die wij erin herkennen, die toch zo vreemd is voor die 17e eeuw. Leiden heeft nu twee musea die zijn opgenomen in de Nationale Kanon, het Rijksmuseum van Oudheden en dus ook Museum Boerhaave.